Welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we aan het maishakselen en we hebben er zin aan. Wij zijn dus meemaken, dus blijf kijken. Doe een duimpje omhoog, abonneer op het kanaal en we gaan ervoor. Mais! Kijk eens aan, vanmorgen om 6 uur begonnen. Er zit nu een dikke 20 hectare in de bult. Mooie opbrengst. Als er nog een trekker tussen kunnen met 3 machines op de bult. Hoe beter je het aanrijdt, hoe beter het is, hoe meer zuurstof je eruit rijdt. Deze twee jongens hebben wel zwaar gewicht bij hem, maar kan altijd beter natuurlijk. Nou, we zitten nog onder de muren. Deze muren zijn aardig hoog. Ze zijn bedekt met plastic tegen het zuurstof, zodat er geen zuurstof van buiten de muur door de muur komt. Er zijn natuurlijk allemaal naden erin zitten en zo. En het gaat mooi. Gewoon dik zwart plastic. Kan die mooi luchtdicht worden afgesloten. Nou, die trekker die verdeelt het mooi en die rijdt hem mooi glad aan, zeg maar. Die rijdt de lucht recht uit. En de shovel is meer een stamper. Die drukt die maïs echt helemaal in elkaar. Er worden nog wel verschillende meningen tussen shovels en trekkers. Dat de shovel wel aanduwt, maar niet de lucht eruit rijdt. Nou, ik wil het wel geloven, die shovel drijft een beetje op de mais. Hij drukt het zeker wel aan, maar de luchtdicht rijdt hij niet. Of niet globaal, zeg maar. Die trekker maakt het veel gladder. En die shovel maakt meer sporen. Maar het helpt zeker met aanrijden. Nou, we letten dus op met maishakselen. Een schone silo. Ik heb gisteren nog staan vegen. We hebben plastic er langs gemaakt. Tegen de zuurstof natuurlijk. Dat mag niet in de bult komen. En daarna kijken hoe het wordt gehakseld. Het is nog redelijk groen. We zijn op zoek naar de korrels. Of die mooi kapot zijn. Daar zie je pitjes van de mais. En in hoe meer delen de pitjes zijn, hoe beter de koe het kan benutten. Nou, daarnaast kijken we naar de lengte van hoe die gehakseld is. In het verleden was het met schredlers, dus een grote lengte, volgens mij 23 mm. En dan een rol die de korrel wel kapot kreeg. Nu zitten we dus op 10 mm, een centimeter ongeveer. Stukken van een centimeter. En daarbij draai je dus twee rollen over elkaar heen, of ja, twee rollen langs elkaar heen, zodat die korrel goed kapot komt. Weer een vrachtje, John Deere 6195R. Je hoort de aandrijving van de wagen. Dikke Kaweco. En toch roept hij zo mooi de bult op. Je ziet de dikke as daar, de dikke vrachtwagenas zit eronder. En die drijft de wielen aan. Dus via de achterkast van de trekker gaat het naar de tandwielkast. En die drijft dus de wielen aan en de rollen achter in de wagen. Zoals die klep straks open gaat, dan zul je die rollen zien. Deze lijkt nog aardig groen. En dat is hij ook wel. Maar wel veel korrel, zie je dat? Gele pitjes. Zo net al, het is belangrijk dat de korrel goed kapot is. Dan kan de koe hem goed benutten. En hoe meer de gedeeltjes, hoe meer de koe eruit haalt en het om kan zetten naar melk. En dit voer kopen we aan, dus we willen zoveel mogelijk melk uit kunnen halen. Dat is onderaan de streep meest overhoud, wil ik niet zeggen, maar dat het wel efficiënt is. Hij schuift een mooi vlak.
lucht moet eruit gereden worden. De haksellengte is goed, de korrel is mooi kapot. En het belangrijkste is natuurlijk een beetje lol hebben onder het werk. Anders hou je zulke dagen niet vol. Nou, ik sta hier bij de maïsbult waar we nu van voeren. Hier zit nog de oude maïs van vorig jaar zit hier. En daarachter hebben we dus de nieuwe maïs ingekeld. We voeren nog even het oude op, zodat we dat kwijt zijn. En als we bij het nieuwe aankomen, dan gooien we hem dicht. En beginnen we nog aan een maïsbultje, een klein maïsbultje die we nog hebben van vorig jaar. Het is belangrijk dat de bult even dicht zit. Het fermentatieproces goed heeft verlopen. Het is belangrijk, want de zetmeel die in de maïs zit, waar een koe dus goed melk van kan geven, de energie die erin zit, als die goed gefermenteerd is, dan komt die in de pens vrij. En dan wordt die dus onbestendig, zoals ze noemen. En als je dus verse maïs zou voeren, dan is die dus bestendig. Komt die in de darmen vrij. En als je dan daar veel van voert, dan belast je de darmen heel erg. En dat is niet goed voor de koe. En de benutting ligt dus vele malen lager. Dus hij maakt er veel moeilijker melk van. Omdat hij eigenlijk al door die vier magen van die koe heen is geweest. En pas in de darmen benut wordt. En dan komt alles op die darmen terecht. En dat gaat niet goed. Dus het is belangrijk dat die kuil minimaal 6 weken dicht zit. Dan komt hij lekker vrij in de pens. En dan is het hele verteringsstelsel er wat aan. Dan kun je de koe goed melk ervan maken. De lege is er alweer en er komt de volle aan. Zwaailampje aan. Goed, we hebben net avondeten gehad. De loonwerkers zijn er onderweg. De laatste 3 hectare eraf blazen en dan zijn we weer klaar voor vandaag. Kleine kop erop. Gaat ie. Nou goed, op het land natuurlijk even kolven checken. Kijk, een mooie lange plant. Kolven zitten er hoog in, moet ik zeggen. Maar zien er goed uit. Dus dit jaar op het algemeen goed maïs. Ja, ik heb weinig boeren gehoord die echt slechte maïs hadden. Maar laat het weten in de reacties waar je vandaan komt hoe maïs bij jullie eruit zag. Doe ik even de test, hè, of die rijp genoeg is. Normaal kijk je voor het oogsten of die korrel een beetje rijp is. Hij mag ook niet te rijp zijn, want als hij te rijp is, dan kan de koe er ook zo weinig mee. Je moet goed verteerbaar blijven. Het is eigenlijk een beetje een evenwicht tussen een rijpe korrel en nog een beetje een groene plant. Want als die plant helemaal geel is en afgestorven is, dan wordt hij hard. En dan kan de koe hem slecht verteren. En dat betekent dat de benutting weer lager ligt en dus minder melk uit je ruwvoer. Dus het is een beetje zoeken naar de juiste percentage droge stof. Volgens mij is het 38% gemiddeld of zoiets. Nou ja, zit je er een beetje boven, dan wordt hij dus iets structuurrijker en verteert hij wat moeilijker. Zit je eronder, dan kan hij ook niet goed benut worden, omdat hij nog te groen is. In ieder geval, deze plant ziet er op zich maar goed uit. Ga even kijken naar de korrel. Pak er eentje uit.
probeer ik hem al fijn te knijpen zo. Nou, deze is al mooi ver heen. Er zit nog wel wat vacht in. Maar zoals je ziet, de graankorrel. Ik weet niet of ik hem op de camera goed kan knijpen. Nee. Nou, er is vooral weinig te knijpen, moet ik eerlijk zeggen. We noemen het altijd de melklijn. Je ziet het oranje en de witte. En daartussen noemen we de melklijn. Nou, die zit al mooi onderin. Dus mooi kolf. Zullen we even kijken of die goed smaakt? Nou, ik hoop niet dat ik melk begin te geven morgen, maar... smaakt redelijk. Nou ja. In de dronebeelden zie je dat die achtrijige bek echt gigantisch veel plantjes tegelijk naar binnen werkt. Dit is dan zo'n maïsplant. Ja, hij is langer dan ik en er staan er heel veel op een rij. Het leek me leuk om even uit te rekenen. Ongeveer gemiddeld zaai je iets meer, maar er komt altijd wat minder op. Dus ik zou zeggen 80.000 planten per hectare. Ze doen iets meer dan 2 hectare in een uur. Misschien op de kleine blokje wat minder. Dus zeg maar 2 hectare per uur. Dat betekent eigenlijk 2 keer 80.000 is 160.000 planten per uur. Dan deel ik hem even door 60. Dat is dus 2600 planten per minuut. En 44 plantjes per seconde die de haksla ingaat. Nou, daar moet je wel pk's voor nodig hebben, denk ik. Leuk, mooi om te zien, hakselen. Al met al nog een beste beeld geworden. De silo is 3 meter hoog. Nou, er is nog een halve meter muur open. Tegen 2,5 meter hoog. Hij maakt hem nog even vlak en rijdt hem nog even stijf. Dan gaan we de plastic op maken. En dat is ook einde dag voor ons. Weer een lange dag. Meer dan 20 hectare gehakseld. Ging super. En we gaan hem dichtleggen met slurven. Er komt nog 7 hectare aan. Die is veel te groen, veel te nat nog. Die moet verder afrijpen voordat we hem gaan oogsten. En dat komt dus pas met een week of twee, denk ik. Dus hij wordt dichtgelegd met slangen, net als de kuil. Kan die later nog een keer open om hem weer voller te maken. Hij zit al voller dan gedacht. Loonbedrijf Lammerik maar weer bedankt voor de goede hulp. Het zit er weer mooi in.